Tilke Bokarne, jij bent hier vandaag mee met Lierse. Jij bent reservedoevrouw van Lierse, maar ook de doevrouw bij de Belgische U17. Jullie hebben een mooi toernooi gespeeld in Luik. Hè? En in, tegen Tsjechië, tegen Azerbeidzjan, tegen Georgië ook. Hoe is dat voor jou allemaal om dat mee te maken? Ja, dat is super als je dat mocht meemaken op deze leeftijd voor daar in doel te staan. Mm-hmm. Ja, dat is leuk. Ja. En je speelt soms ook bij de... Hoe ben je begonnen als keepster? Ik heb eerst het eerste jaar, sinds mijn 7 ben ik beginnen voetballen. Ik heb 1 jaar op het veld gestaan en omdat ze daar geen keeper hadden, ben ik in doel begonnen. Mm-hmm. Dat was bij KV Heemksum, mijn gemeente waar ik woon. Ja. En verder gedaan altijd? Ja, ik heb altijd in doel gestaan sinds toen. Dus. En dan bij de jeugdploegen terechtgekomen, nationale ploeg ook? Ja, sinds U15 zit ik in de nationale ploeg, inderdaad. Zo internationaal matchen, hoe moeilijk is dat om u voor te bereiden daarop? Ik heb sowieso al veel stress voor een wedstrijd en bij nationaal ploeg is dat ook, maar allee, je wordt wel goed opgevangen daar. Dus. Ja. We hebben wel een paar goede keepers in België, Justine Odeurs, Didier Lemay, Nicky Evraar. Hoe is dat om, zijn dat ook voorbeelden voor jou? Ja, ik kijk ook op naar Justine natuurlijk. Mm. Ja. Het is leuk om daar naar te zien voor hoe dat die daar allemaal bereikt hebben. Ja. En hoop je ook ooit zelf in de eerste ploeg te komen dan? Ik denk dat dat voor iedereen een ambitie is als je zo speelt op zo'n niveau. Ja. Dan de loting voor jullie spelen ergens in april, de volgende ronde. Hoe zie je dat? De tegenstanders en zo? Volg je dat een beetje? Ja, ik weet nu niet hoe dat ze spelen, de wedstrijden, maar daar krijgen we wel altijd informatie over van de trainers. Dus. Je kunt je zo voorbereiden. Ja. En jullie trainen redelijk vaak, hè, nu met de jeugd? Ja, op Lierse trainen we. Ik train 4 keer in de week. En ook met de nationale ploeg? Nu even niet, maar wanneer dat dichterbij komt, gaan we denk ik wel terug beginnen trainen. En oefenwedstrijden spelen waarschijnlijk ook. Ja. En hoop je dan ook met die volgende ronde jullie te plaatsen voor de eindronde? Ik denk dat wel, ja, dat dat de bedoeling is. Ja. Oké dan, ik dank je, veel succes. Dank je wel. Dank je wel.